Dagelijks confronteert de popmuziek ons met belangrijke levensvragen, zoals slapen we rustig verder terwijl de wereld in brand staat? Uit het nummer van Midnight Oil. Questions of Science gaat voor u op zoek naar het antwoord en vindt dat deze keer in Utrecht. How do we sleep while our beds are burning? Dat is natuurlijk een hele brandende vraag. Je zou hem ook wetenschappelijk kunnen beantwoorden. Wanneer komen we in actie? Wanneer voelen we pijn, leed? Wanneer raakt die hitte van het vuur ons? En hè, wat betekent dat nou in de manier waarop wij omgaan met oorlog en conflict? Nou, je zou kunnen zeggen, het is allereerst een emotionele vraag. Hoe kun je nou in hemelsnaam doorslapen terwijl er bedden branden, hier in Nederland of elders? Nou, daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Wanneer zijn we bang voor iets? Dat heeft te maken met afstand. Als de afstand toeneemt, neemt onze betrokkenheid af. Maar je kunt dat ook wel weer opkrikken door te zeggen, nee, het zijn onze kinderen. Het zouden onze kinderen kunnen zijn. Door vereenzelviging, dat is ook een belangrijk aspect. Dan worden we ook banger als het ons raakt. Meer betrokkener ook. Dus het heeft ook iets positiefs. Wat ook nog hierbij speelt, is we raken sneller van slag, maar ook sneller betrokken bij rampen en crisis als we het gevoel hebben dat we zelf iets kunnen doen. Als we de controle op kunnen uitoefenen. We kunnen geld geven. We kunnen een missie sturen. We kunnen iets doen. We zijn niet helemaal reddeloos, hopeloos verloren. Je moet het gevoel hebben dat wat jij doet, dat het effect heeft en dat het ook helder is wat je moet doen. Complexiteit moet gereduceerd worden. Dus we geven geld aan de tsunami-slachtoffers, maar we geven minder geld aan de oorlog in Syrië, want dat is een veel complexer probleem. Daar zie je dat bijvoorbeeld al terug. We hebben sinds het eind van de Koude Oorlog in de Verenigde Naties een begrip geadopteerd dat heet human security. Dat is aan de ene kant heel mooi, dat is een antwoord op brandende bedden. We gaan niet meer, we draaien ons niet meer om, we doen niet ons lichtje uit en gaan zelf rustig slapen. We menen dat ook de persoon die ver weg onder genocide leidt, dat die geholpen moet worden. Dat heet human security. En een paar jaar geleden is daar ook zelfs een verplichting bij gekomen van alle landen van de Verenigde Naties. We hebben de right to protect. Dat betekent dat je mag ingrijpen ergens waar een genocide plaatsvindt, waar mensen worden ontvoerd of vermoord. Mag je als statengemeenschap ingrijpen als die staat daar zelf niet toe in staat is. Dat klinkt allemaal heel mooi en nobel, maar er zit ook weer een duistere kant aan. Want wie bepaalt dat? Het recht van de sterkste tegen het recht van de zwakste. Poetin zegt ook, right to protect, ik heb het recht om de Oekraïners te beschermen, dus ik interveneer in de Krim, ik ga het land bezetten. Dat zei president Bush ook toen hij Irak ging binnenvallen. Dus de vraag is, werkt dat dan zo goed, zomaar ingrijpen? Zelf werd ik geraakt door een billboard laatst dat ik in Duitsland langs de weg zag staan van een humanitaire organisatie. Die schreef, wir bleiben, want die Schlagzeilen verschwinden. Wij blijven wanneer de krantenknoppen verdwijnen. Ik denk, ja kijk, het gaat natuurlijk niet om politieke macht alleen. Het gaat om blijven. En blijven voor die mensen wiens bedden in brand zijn. Ook als het niet meer opportun is. Of niet meer hip. Of er niet meer veel geld voor wordt gegeven. En dat lijkt mij politieke moed. Heeft u zelf ook een vraag uit het popnummer? Laat het ons weten.